Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik heb de afgelopen weken zo vaak de vraag gekregen van oh, wanneer komt er weer een nieuwe video? Wanneer komt er weer een nieuwe Pinkie Power? En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon even een hele korte, snelle video maken om even wat uitleg te geven. Zoals jullie misschien wel gemerkt hebben, zijn al een hele tijd geen Pinkie Power video's meer online gekomen. En ik heb er heel veel vragen over gekregen, ook op Instagram en wat dan ook. Ik vind het super leuk dat jullie die serie zo leuk vinden. Ik vind het zelf ook heel erg leuk om te doen. Maar ik merk dat ik op dit moment nog niet echt op het juiste punt ben om nu even die video's te maken. Ik heb best wel een enorme sportdip gehad. En daar heb ik best wel mee lopen worstelen de afgelopen 2 maanden ongeveer. En daar ben ik nu eindelijk een beetje uit aan het klimmen. Maar ik wil niet nog meer druk op mezelf leggen door ook nog de Pinkie Power serie erbij te filmen. Ik heb nu zoiets van oké, ik wil eerst even mezelf weer in de goede flow krijgen. En daarna kom ik weer terug met de Pinkie Power video's. Dus ze komen vast wel weer in de toekomst, maar ik kan nog niet beloven wanneer. Nou, en daarnaast hebben jullie ook al gemerkt dat er even wat minder video's op mijn kanaal komen. Wat ik al een tijdje geleden in een video heb aangekondigd, is van, nou ja, ik ga alleen maar video's maken als ik er zelf zin in heb. En zoals jullie misschien wel weten, ik heb het gewoon hartstikke druk met mijn werk. Of nou ja, wat eerst mijn stage was, is nu mijn werk. En daarnaast heb ik ook nog gewoon mijn bijbaantje. En heb ik nog mijn blog. En ja, dan krijg je gewoon heel erg snel dat ik 7 dagen per week, 14 uur per dag aan het werk ben. Nou ja, dat is natuurlijk gestoord. Dus dat doe ik niet. Dus vandaar dat ik nu probeer een beetje een balans erin te zoeken. En als ik zin heb om een video te maken, maak ik een video. Als ik zin heb om een artikel te schrijven, schrijf ik een artikel. Maar ja, het is gewoon dus nu eventjes wat minder. Want anders, dan raak ik helemaal horrendol. En dat gaat natuurlijk niet goed. Maar verder, het gaat gewoon goed met me. En juist doordat ik nu iets meer balans heb, merk ik dat ik me zoveel beter voel. Dus ja, daardoor maak ik even wat minder video's, schrijf ik even wat minder artikelen. Maar ik voel me echt 10 keer beter dan dat ik me 2 maanden geleden voelde. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel heel erg wat heel veel waard. Nou, er komen dus weer nieuwe video's aan. Ik ga dus zo ook weer een paar nieuwe video's opnemen. Maar ik wilde jullie vast even een snelle update geven van hey, ik leef nog, dit kanaal leeft ook nog gewoon. En er komen gewoon weer video's aan en hou het gewoon in de gaten. Als je geen video wil missen, abonneer je dan. Dan weet je zeker dat je ze altijd ziet als ik er weer eentje upload. En natuurlijk kun je het ook op mijn site vinden. En ondertussen plaats ik nog artikelen. Dus er is nog genoeg Pinkie Polish om van te genieten. Dat klinkt heel erg raar, maar in elk geval leuke dingen van mij om te lezen. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Heel erg bedankt voor jullie begrip. En tot de volgende keer. Doei!